Die had ook gelijk wat in de hand, waar ik totaal niet blij mee ben. Nee. Ja, als de poort dicht is, dan is die dicht, weet je. Dan zit die op slot. En wat doet ze? Duwt er tegenaan. We gaan nou dus even lopen. Ik heb mijn lichtje hier alweer op, die is vol. Het lichtje van de rollator zit erop, is ook vol, dus ik heb weer met volle bak licht. We gaan lopen in het donker, want het wordt al donker. Het is bezig donker te worden. Zo lieve vrienden en hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Coriena en de Beestenboel. Ja, ik begon de dag niet goed, maar ik heb het nou nog een heel klein beetje, dat zit hier. En voor de rest gaat het wel goed. Het gaat ook met mijn hoesten steeds wat beter en beter, dus ja, komt ook allemaal goed. En ja, jullie zien al wat beweging op de achtergrond, dat is onze... Mario, nee, laat die jas maar aan, want we gaan toch zo weg met mij. Ja, het wordt warm. Ik geef hem straks ook weer aan, want ik ga hem ook zo meteen aankleden verder. Om mijn jas aan te doen, want de meisjes moeten er nog even uit. Oh ja, die wil ook meepraten. Wil ook uit, Ellie. Hé? Moet je meepraten, kind? Nou, dat mag jij hoor. Ja, een potverdikkie. Ja, met grote meid hè. Ja, zeker. Dus ja, nou ja, jullie weten het. Zij heeft haar zegje ook gedaan. Dankjewel mevrouw Elwing dat je even mee hebt gesproken. We weten het nou wel dat je er nog uit moet. Maar dat komt allemaal goed. Ja, dat zou ik tenminste zo zeggen. En ja, mijn tafeltje is naar de Filistijnen geholpen door vele anderen die... ja, het eigenlijk niet zoveel boeien, maar we weten ook al middeltjes om het tafeltje weer goed te krijgen. En daar krijg ik hulp van onze lieftallige Willy. Ja, want die heeft meer kracht in de armen dan ik, want deze arm wil nog steeds niet. Die heeft wel een opdonder gehad met het tatoeëren. Niet door de tattoo zelf, maar dat draai. Ja, ik voelde het knappen, dus ja. Ik denk dat hij gewoon gekneusd is van binnen, ik weet niet. En een kneuzing, dat duurt langer dan gebroken. Hey, jongens. Dus, gaat hij hem afmaken, dan moet ik dat zelf doen. Om te draaien en niet later doen. Maar in ieder geval, ja, er zitten allemaal kringen op. Zowel van water, zowel van melk. Ja, er staan onderzettetjes erop. En nog zet er weer nu één vleesjes op het tafeltje zonder een onderzettertje eronder te doen. Hé Mario? Oh ja, inderdaad. Ja, oh ja, inderdaad. Kijk, daar alweer de kring zitten die jij niet ziet, maar wel van afstand. Ja, dus daar ben ik helemaal niet blij mee, want die tafel die is al zo oud. Die is nog van Katja, haar vader, geweest en is altijd mooi gebleven. Mijn mannetje hield hem altijd heel mooi. En ineens, omdat je anderen helpt, krijg je dit. Ja. En ik heb gelachen gisteravond op Facebook. Ja, ik heb er eentje gevonden. Die vuile viezerik die mij eigenlijk... nou, met die verschillende achternamen. Ja, die heb ik onder een andere achternaam gevonden. Die hij ook bij de post wel gebruikt. Ja. Dus helemaal grappig. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ga gewoon genieten van de dingen die jij wilt doen. Maar geniet ook gewoon een beetje met Mario, de meisjes en met mij mee. Dat vinden we heel erg fijn. Doei! Ja, en dat was dus Mario die binnenkwam, maar die had ook gelijk wat in de hand. Waar ik totaal niet blij mee ben. Nee. Ja, als de poort dicht is, dan is die dicht, weet je. Dan zit die op slot. En wat doet ze? Duwt er tegenaan. Ja, dan heb ik dus waar het slot invalt. Ja, moet ik hem weer proberen naar vast te zetten. Want ik hoop dat het mij gaat lukken. Ja, Even de troep eraf halen. Ik heb de schroevendraaier ook al bijgepakt. En ja, ik heb nou net even mijn video zitten te delen naar Facebook toe en overal. Ik laat hem verder openstaan, want ik moet nog ook een vlog in elkaar zetten. Ik ga vanavond dus niet lopen, want anders had ik al weg moeten wezen. En ik moet ook nog wat boodschappen doen. Dus ja, het is nou al met al wel alweer 6 uur geweest, hè. Dus ja, ik ga eerst dit maken. En ik heb nou wel wat hoofdpijn, maar er zit ook onweer in de lucht. En daar ben ik ook niet blij mee. Daarom ga ik dus ook niet lopen, want ja, jullie weten het, ik ben bang voor onweer. En dan ben ik het liefst thuis. Ja, dan ga ik niet onnodige gevaar opzoeken op straat of onder de bomen of weet ik veel wat. Nee, dat doen we niet. Dus ik ga mijn vest aandoen en ik probeer deze even te maken. Hij moet sowieso zo op. En dan zien we het wel. Ja, we zullen het beleven. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie avond en smakelijk eten. Bon appétit. Ik moet ook nog eten, maar dat komt wel later. Ik vind dit allemaal belangrijker dan al het andere. Ik wil hem vannacht wel weer op slot kunnen hebben. Ja, ja, als een deur niet open wil, dan is hij toch op slot, jongens. Kom op. Ja, ik heb ook een standje gegeven. Ik kijk dan ook uit. Ik zeg, je weet dat ik nog boven was. Ik zeg, want we hebben geappt. Ik zeg, ik heb je verteld dat ik nog boven was. En dat ik nog met de hondjes uit moest, etc. En dan staat ze hier voor de tuindeur. Hoe dan? Ja, die zat op slot. Ja, duwt ze hem open. Ja, die poort die gaat normaal gesproken makkelijk open wanneer ik thuis ben. Wanneer ik beneden ben en van slot af is, dan gaat hij gewoon normaal open. Dan is die hendel en hier gaat naar binnen. Maar dat kon nou niet, dus dan houdt er iets tegen. Wat houdt er dan tegen? Een slot. Dan ga je niet lopen te duwen. Maar ja, nou probeer ik hem weer te maken. En ik probeer andere week. Ga ik eens even naar Praxis en Gamma, eens even naar die andere sloten kijken. En dan wil ik gewoon een normaal slot hebben en niet een Amerikaanse waar 2 pinnen uitkomen en dat je ook normaal die kant op moet draaien om hem op slot te krijgen. En dan moet je hem die kant op draaien. Maar bij deze is een Amerikaans slot. Jullie zien hier dat ding daar zitten, daar moet het slot invallen. Maar je moet die kant op draaien om hem op slot te krijgen. Ja, nou bizar. Ja, en die sleutel ook. Geef een normale sleutel zoiets als dit. Hè? Maar wat voor sleutel zit erbij? Dit. Ja, nou bizar. Dus ik ga dat even doen. En ik hoop dat het lukt. En daarna ga ik boodschappen doen. En daarna kom ik wel weer even terug bij jullie. Ze zeggen tot later. Ja, jullie zien Elwing leggen bij de rollator. En hier is Rijk aan het rondsnuffelen. Ik ben net thuis van boodschappen doen. En ja, we gaan nou dus even lopen. Ik heb mijn lichtje hier alweer op. Die is vol. Het lichtje van de rollator zit erop. Is ook vol. Dus ik heb weer met volle bak licht. Gaan lopen in het donker. Want het wordt al donker. Het is bezig donker te worden. Het is schemerig. Lantaarnpaal branden nog niet. Mijn tuinlampjes branden nog niet. En of die überhaupt wel gaan branden, dat weet ik ook niet. Want veel zon hebben we vandaag niet gehad. Nee. Nou ja. In ieder geval, de boodschappen heb ik ook. Maar ik ga eerst met de meisjes lekker lopen. En daarna ga ik lekker even eten in de magnetron. En de boodschappen opruimen. En een vlog in elkaar zetten. Ga je eerst tegen kijken. Dus nog een hoop te doen. En ja, dat hebben wanneer er onverwacht visite komt. Tenminste onverwacht. Ze appte me nogal laat. En ik denk, ja, had eerder gebeld of geappt of wat dan ook. Ze weet ook mijn huistelefoonnummer. Dus ja. En ze weet ook dat ik half ben. En dat ik lang op mijn bed blijf liggen. Dat weet ze ook. Maar ja, oké. Gedane zaken nemen geen keer. Ik wil eerst weer gewoon goed beter zijn. Voordat ik weer fatsoenlijk op tijd uit mijn bed kan komen. Ja, en mijn lichaam heeft het gewoon nodig, anders blijf je niet zo lang liggen. Ook dat. Loop heb. 113 stappen. Oh, nou dat zal, ik weet niet. Wandelen. Ik doe veel meer stappen op een dag hoor, weet niet. Maar oké, lieve vrienden, ik denk aan mijn kopje, schatje. Dank je. En dan gaan we lekker lopen, de kindertjes, ja. En jullie moeten Snoepie ook hebben, ja. En dat gaan we allemaal doen, hè. Ja. Echt waar, hè. Ja, oh. Ja, ze zijn echt lief. Mijn meisjes zijn altijd lief. Er zit geen kwaad in. Hé, nee, kind. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja, ik ga met de hondjes lopen, want het is nou weer droog en het heeft een hele tijd geregend. En dan ga ik er liever niet uit, maar ik ga nou lekker even met ze eruit, want het is opgehouden met regen, het is droog. Dus voordat er weer een plensbui kan gaan komen, dan wil ik toch wel weer thuis zijn. Maar de buienradar geeft nog niks aan, dus ja, helemaal top. Dus we gaan lekker even lopen, dan hebben we dat maar gedaan. En het is inmiddels bijna 12:30. Het is 00:26, het schiet net over. Dus ja, tegen 12:30 en dan trek ik lekker wat warms aan, mijn vest. En een dikkere jas, niet echt een winterjas, maar er zit al wel spul in dat het op mijn hagel kan worden. Ja, mijn dunne jas vind ik een beetje te koud. Het is ook 16 graden, zegt hij daar. Ook op de computer. En ook op de telefoon. Die zal ik trouwens even verversen. Even kijken wat hij zei. Ja, 16 graden blijft het. Nou ja, en even lekker een beetje een dikkere jas aan. Ja, want ik heb het niet al te warm. En ik moet ook om mezelf denken, hè. Ja, ik wil het niet nog weer erger krijgen dan ik het al heb met een gehoest. Maar in ieder geval, het komt ook vanzelf wel weer goed hoor. Ja, de ene keer is mijn stem wel en de andere keer dan zegt hij van bekijk het maar weer. Ben ik weer hees, gewoon doordat ik, ja, veel hoest. Maar ik heb niet veel gehoest vandaag, nee. Ja, ik heb wel eens een keer een hoestbui en dan blijf je even hoesten totdat het weer over is. Maar, ach ja, het gaat vanzelf wel weer over hoor. Ja hoor, daar heb ik geen problemen mee. Ik heb het in ieder geval niet benauwd gehad tijdens dat ik ziek ben, helemaal niet. Dus ja, ik ben er blij mee. En nou ja, lekker, ik heb 1 wijntje gehad vanavond met mijn eten. Want ik had spaghetti bolognese, ik denk nou, daar moet even een wijntje bij. Maar de rest is ook een sapje, gewoon ginger ale, ja. En dat vind ik ook lekker. Maar in ieder geval, nu zeg ik, lieve vrienden, ik wens jullie gelijk allemaal een hele goede nacht. Dus welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En ja, als je deze vlog leuk hebt gevonden, laat het even weten. Like het en geef een leuke reactie of weet ik veel wat je wilt. En laat me gewoon weten. En ja, je krijgt in alle tijden een reactie van mij terug. Ja, zo ben ik wel. Er zijn ook heel veel YouTubers die dat niet doen. Die, ja, of het ze interesseert dat ze een reactie onder een vlog krijgen, ik weet het niet. Mij interesseert het wel. Ik vind het leuk en zo kom je ook een beetje in de contact met je volgers. Dus ja, als je het leuk vindt om gewoon leuk contact te hebben, dan moet je dat zeer zeker doen bij mij. Want ik reageer ten alle tijden terug, hoe laat het ook mag wezen, ik reageer terug. Ja, mits ik dood ziek zal zijn en op bed beland. Ja, dan kan ik niet reageren, hè. Ja, misschien op mijn mobiel, maar dat wil ook moeilijk, want ik heb liever dat dan mijn mobiel. Ik vind dat veel prettiger werken dan mijn mobiel. Ik vind het allemaal zo klein en bepakt. Ja, en dan die knopjes, die toetsen wordt allemaal veel te klein. Daar hou ik niet van. Nee, daarom, ik deel enkel dingen door naar Facebook. Of op WhatsApp of wat dan ook. Maar echt werken doe ik daar niet mee. Dan is dat de computer ervoor. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, nogmaals, slaap lekker allemaal. En morgen weer gezond doen opstaan en het is morgen woensdag, ja ook dat nog en dan is het ook de 4e, het is vandaag dierendag. Toch? Of is het... Wanneer is nou dierendag? Het is toch 4 oktober of ben ik soms gek? Even kijken hoor. Even kijken. Dierendag. Dierendag. Ja, vandaag 4 oktober. Nou, meisjes, gefeliciteerd met Dierendag. Ja, kan dat. Kijk, niet te doen, want die is boven. Die ook gefeliciteerd, maar die hoort me niet. Maar Rijka, die zit erbij en die keek me aan. Hé, hallo. Wat hoor je nou weer? Hé, ja nou. Ja, Elmo die beweegt ook even. Maar er komt niemand hoor, nee. Ik verwacht ook niemand om deze tijd. Nee. Nogmaals, welterusten. En heb goede nachtrust. Jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal op de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.